Hi, Lisanne hier. Ik wilde jullie vandaag even wat gaan laten zien. Want als je me op Instagram volgt, Scrapbook with Lisanne, net iets anders dan dit YouTube kanaal, dan weet je dat ik guest member ben voor... zitten kinderen aan? voor guest member ben voor Masterpiece Design. En vandaag heb ik de nieuwe lijn binnengekregen. Die hebben ze dan, als deze video online staat, net gelanceerd. Dus ik vond het leuk om het samen met jullie uit te pakken en te kijken wat er dan in mijn doos zit en wat ik ervan vind. Ik heb al heel even een plaatje gezien en ik kan je zeggen, leuk. Superleuke zomerse lijn. Dat heeft Masterpiece superleuk gedaan. En ik ga het lekker met jullie uitpakken. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Dus we gaan het zien. Het is niet de hele lijn natuurlijk. Die krijg je niet als member. Ik krijg natuurlijk een deel om mooie pagina's mee te maken, zodat we jullie... lekkere nieuwe dingen kunnen laten zien wat je ermee kan gaan maken. Dus er zit een mooie selectie bij. We gaan zien wat het is en dan gaan we de mooie dingen voor jullie, tenminste ik ga er proberen mooie dingen voor jullie van te maken. En gaan nu eens even in de doos kijken. Yes! Dit is de doos. Ik heb hem wel even opengemaakt, heel even gespiekt. En ik moet zeggen, er zitten een paar dingetjes bij die ik zelf heb aangeschaft. Dus die zal ik eerst heel eventjes kort laten zien. En daarna natuurlijk de nieuwe kit. Eens even kijken. Alles aan de kant. Kijk, wat praktische dingen. Ook altijd handig. Hebben ze allemaal natuurlijk op de site. Deze is al nieuw, zie je. En toen had ik deze gekocht. Die heb ik zelf natuurlijk aangeschaft ook. Zelfs platina en saltwater taffy. Beetje koraalkleur, mint, groenblauwig. Super mooie kleuren, echt een beetje mijn lievelingskleur. Ik dacht, ja, dat moet ik echt een keertje hebben, want ik heb nog geen oxides. Wel de gewone tristesse natuurlijk, maar ik dacht, die moeten we een keertje gaan proberen. En als ik zo naar die lijn spiek, komt dat wel goed uit. Dus die hebben we genomen. En toen zag ik deze toffe... clear stems. Met allemaal grote tekstjes. Net iets groter. Denk ik, kan tof bij een foto. En allemaal kleine letterstripjes. Deze zijn dan in kleur natuurlijk als je ze stempelt. En deze zijn met een klein randje eromheen. Die staat impossible, everyday love, just because, a great adventure, be brave, be you, you are lucky. En een paar achtergrondstems. Dus, ja, volgens mij kun je die altijd goed gebruiken. Leuke heksgrond, bloemen, rondjes, puntjes, nog een losse heksagon en twee losse krabbeltjes. En die kun je natuurlijk ook mooi als achtergrondje bij erbij gebruiken. En deze was ik gelijk verliefd op. Een soort spinnenweb, moet ik het noemen, heksagonachtig. Ik denk, als ik die nou in combinatie met deze, dat wordt echt een mooi achtergrondje. Dus die wilde ik heel graag hebben. Dus dan nemen we die. Toffe kleur, toffe stencils hebben ze daar ook. En dan komen we naar deze. Ik ga hem er even uithalen. Deze moet mee. Ik kan deze even aan de kant. Sowieso gaan we deze even straks bekijken. Maar voor nu eventjes die Zaita. Want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat er in deze toffe hoes zit. Sowieso zo'n hoes echt... geweldig. Echt van Masterpiece ook, zie ik. Ik ben benieuwd of ze die... ja, zullen ze wel te koop hebben. Interessant. Super handig om je verschillende lijnen in te bewaren. Bij mij ligt het dan los of in zo'n los velletje, wat dan toch weer scheurt en zo. Dus dat is toch net wat minder handig. Even kijken of ik deze een beetje recht, een beetje meer licht. Het is niet zo'n lekkere dag vandaag, dus... beetje, ja, het regent ook echt keihard. Dus ik dacht, dat is een mooie dag om dit even open te maken. Ik ga eerst even naar het papier. Deze leg ik aan de kant om even snel spieken. Oh, leuk. Ook nog labeltjes. En toffe... dat is echt leuk. Beetje vakantievibe. Oké, even eerst deze. Ik ben zo benieuwd. Kijk, als je hier al kijkt, zie je natuurlijk al wel de lijnen. Of de verschillende soorten papieren. Deze kakatoes. Oh, vind ik echt zo leuk. En deze. Ga ik deze even eruit halen. Oeps. Want papier moet je toch een beetje voelen, vind ik. En in je handen houden en dan drie keer bekijken. Oh, deze eerste is ook echt
mooi papier. Dus zelfs die zou je gewoon kunnen gebruiken. Hebben ze die achterkant? Ja, kijk, die achterkant hebben ze gewoon benut. Super zeg. Oh, die staat er niet eens bij. Die heb je gewoon extra. Nou, dat is wel je extra vel. Maar ik denk dat ik hier ook wel hier strookjes uit halen of hartjes uit ponsen. Zelfs die kun je gebruiken. Dus dit is een extra. Stippeltjes. Super mooie kleur natuurlijk als je ziet. Die kunnen er mooi bij. Nou, alles kan er mooi bij. Even kijken. Ik probeer een beetje snel doorheen te gaan. Kijk eens even. Allemaal vakantiewoorden. Travel, explore, adventure weights, pack your bags, beach, vacation, stay cool. Kijk. Dat is een mooi die teal kleur met een leuk woordstripjes. Het zijn allemaal woordjes. Alsof het een soort van brief is. Super leuke bloemetjes. Nog meer zachte, lieve bloemetjes waar ik echt gelijk verliefd op word. Zo lekker zomers. Mooi streepje. Ja, super goed altijd voor een basic achtergrond. Kijk, net als de ruitjes. Ja, ik weet niet, op een of andere manier ben ik echt op de laatste tijd een beetje verliefd op dat mosterd geel. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ja, mosterd yellow denk ik. Geweldig. Mooi in het roze nog. Tof. Oh, deze kleurencombinatie. Echt. Veeg mij maar op. Ik hou ervan. Ja, tof. Echt ook die palmboomblaadjes ertussen. En ook die blaadjes die je echt alleen maar in de warme landen kunt vinden. Dan hebben we deze nog. Mooi, ook mooie bloemetjes. Is die nou precies hetzelfde als die andere? Ja, hè? Andere kleurcombinatie. Ja, mooi. Oh, dit is ook leuk om uit te knippen. Mocht je niet genoeg aan de die cuts hebben. Heel tof. Hele leuke dingetjes staan erop. Pak je koffers maar alvast. Kijk wat ik de achterkant gehad. Ja. Deze. Het zijn dus allemaal verschillende tot nu toe. En hier zitten er 10 in. 10 dubbelsided. Dat is ook altijd fijn. Gewoon een basic. Oh, wat leuk. Het zijn natuurlijk van die travel packs. Hoe noem je dat? Maar dan staat er iedere keer wat anders in. Dus je ziet het ook. Een vinkje, een hartje, een rondje. Een plusje, een vliegtuigje, een sterretje. Heel subtiel. Vind ik leuk. En dan hebben we een mooie ruit. Lichtroze. En hier word je toch helemaal verliefd van. Kleine kakatoetjes. Ik vind ze helemaal leuk. Kijk. En nog meer bloemetjes. Wil je ook even meekijken? Ja. Oh, nou kom even kijken. Mijn dochter wil het ook even zien. Ben je een beetje enthousiast? Je kan het niet al. Kijk, mooie bloemetjes. Oh, ook zo leuk. Allemaal landen, talen bedoel ik. Hola. Hola. Zeggen ze hallo in allemaal verschillende talen. En als mag laatste. Mag ik hallo zoeken? Jij mag hallo zoeken. En deze als laatste. Met een superleuke regenboogjes. Ik vind die zo leuk dat het zo verspringt. Maakt het heel erg speels. Dat waren even de papieren. Yes, dan kunnen we naar al deze goodies. Ik weet niet waar ik moet beginnen eerlijk gezegd. Even bij de stempels dan, die ligt bovenop. Kijk, superleuke stempels. Hier zie je een campertje met een gitaartje en een surfblad. Hier grote palmboom, allemaal letters en scribbles. En oh, hier de zon erachter. Heel benieuwd. Wonderful Memories. Hexagons met de bloemen en lettertjes. Dit is gewoon echt een, ja, een van alles wat letters. Ik zie er niet echt een zomers stempeltje in. Deze ook niet. Maar dat is ook juist zo fijn. Hier een adres. Met allerlei cijfertjes en codetjes. Super universeel ook daardoor weer. Dat je natuurlijk overal weer kan gebruiken. En niet alleen op je zomerse pagina's zoals hier. Leuk. Dank u, dank u. Dan superhandige labeltjes. In kleuren natuurlijk die erbij passen. De donkerrode, de mosterd, groen, blauwe, koraal. Dat kunnen we altijd gebruiken. Dat is de Summer Things Tycoot Label Mix. En dan deze heerlijke puffy letters. Kijk, ze zijn echt een beetje zo wat dikker. En allemaal verschillende kleuren. Natuurlijk diezelfde kleuren die er super goed bij passen.
En dat vind ik leuk. Dat zie je niet vaak. Dat er dan ook echt ja, andere vormen bij zitten. Zoals hier die plusjes, hartjes, sterretjes, bloemetjes. Verschillende soorten bloemetjes. Takjes. Ja, vind ik echt leuk gedaan. Dan vul je de pagina goed op. Geen uitroeptekens, dat niet. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook weer bijna nooit gebruik. Leuk, leuk gedaan. Deze super vrolijke. En helemaal tot. Ze zit daar ook een glittertje in. Ik weet niet of je dat kan zien. Lekker vrolijke zomerse kleuren. En dan komen we bij deze. Even kijken, wat is het verschil? Dit is de die-cut tekst. Oh ja, tuurlijk. En dit zijn dan de figuren die-cuts. En dit zijn de pocket pages. Ik ga proberen er een beetje door snel doorheen te gaan. Kijk, die hebben ze ook slim gedaan. Deze kun je ook gewoon gebruiken. Deze is dezelfde als een van de papieren, alleen blauwe achtergrond. Denk ik zo te zien. Oh, leuk een kaartje. Mooie stippels. En your limitation is only your imagination. Dezelfde printjes als het papier, alleen andere kleuren. It's summertime. Altijd handig wat schrijfplek. Deze is andersom dan die we net hadden. Die was zeg maar op deze manier geprint. Nu hebben we hem rechtop. Is ook handig om te kunnen combineren. De superleuke kakatoes. En een leuk schrijfkaartje met de leuke bloemetjes. Die zijn ook echt schattig. De printjes. De scribble lettertjes. En dit is your journey. Mooie koraalkleur. Oh, leuk. Daar ben ik verliefd op. Dat doe ik heel vaak zo 1, 2, 3, 4, 5. De highlights of nou, dat soort dingen erop. Deze ook schattig. Campertjes, tentjes. Met boompjes ertussen. Die heb ik nog niet gezien. Mooie bloemetjes en snapshots. 365 dagen. De bloemetjes. Ja, magietjes moet ik maar even zeggen. Find some beautiful place to get lost. Let's get find. Ja, de bloemetjes weer. Oh, leuke ijsjes. Ice cream can solve everything. Nou, zo is dat. Altijd goed. Ik hou van die basics erbij. Soms is het te druk. En dan mis ik altijd een beetje de rustige papiertjes. Roadtrip. Ook een mooie. Kijk, de bloemetjes. Hé, andere soort stipjes. Leuk. De witte. Oh, leuk. Hello, summer. Best trip ever. De mooie. Ja, ik weet niet hoe die dingen heten. Oh, leuke grote kaktoe. Ik hoop dat die hier ook in zit, want ik hou ervan. Die vind ik erg leuk. Ik ben nu verliefd op die. De leuke regenboogjes met een lepeltje er al aan. Dat is grappig. Leuk gedaan. Mooie bloem aan de zijkant. En de hello, 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 hello. Leuke mix van waar je op kan schrijven, zeg maar. En achtergrondvelletjes. Dit zijn de figuren. Ik zie al een hele hoop regenbogen. Daar word ik wel blij van. Ijsjes. Kijk nou, wat een leuke kakatoes. Je mag het zo zien, Laurie. Gaan we zo eventjes scrappen. Mijn dochter zit hier even bij en die wil ook eventjes met mij scrappen. Superleuk vraag natuurlijk aan je moeder. Als moeder die ervan houdt. Oh ja, kijk, leuke vakantiehuisjes. Flamingo's. Daar word je toch verliefd op, Laurie, als je zulke leuke dingen ziet. Ja, sowieso ik ook verliefd op Ben. Ja, jij bent verliefd op Larsje, maar ik ben wel verliefd op papa, hoop ik. Nog. En op dit soort leuke dingetjes. Kijk nou, wat een leuke dingetjes er allemaal bij zitten. Ik vind die leuk. Die vind jij het leukst? Ja, maar volgens mij hou jij het ook het meest van ijs. Oh, dit is ook een ijswagentje, zie je dat? Ja. Oh, ik dacht dat dit een... Oh, kijk, een kiwi. Een schelpje. Een camper was om gewoon naar de vakantie te gaan. Ik vind deze ook echt leuk. Ja, en een... Kijk eens even, ik weet niet of je het heel goed kan zien... Wat is een kakatoe, mama? Die daar bovenaan. Kijk, deze. Ja, tenminste, ik noem het een kakatoe of de kakatoe, ik weet niet. Maar het zijn een soort papegaaitjes, zie je dat? En een hele grote. Ja, ze hebben er mooi veel bij gedaan. Dat vind ik leuk. Oeh, ja? Ik vind deze mooi. Ja, ja die mooi? Kijk, ja, ik ga die deze vind ik even echt heel mooi. Een beetje aan de kant doen. Dan gaan we deze nog even kijken. 5 cent. En nog eventjes al deze leuke wordstrips. Textjes, adventure, pack your bag, smile, best memory, having fun. Oh, deze, Geojax heet ze natuurlijk. Ik kwam er even niet op. Oh, dat vind ik echt leuk dat ze die groot hebben gemaakt. Hé, hey, kijk eens even. Summer vibes. Die vind ik ook echt leuk. Travels. Ja, ik vind die ook leuk.
Volgens mij ben ik een beetje enthousiast, hè, Laurie? Ja. Mam is er altijd verliefd op van die zachte kleurtjes. Daar hou ik van. Deze ook echt heel mooi. Hello summer, travel summer, adventure. Kijk, en we gaan ook met vliegtuig dit jaar. Ja, ja naar Bulgarije. Ja, en naar de beach. See you soon. Vacation, explore, zien jullie nog? De Wereldbol. En de Wereldbol. En nog een geojack. Kijk eens even. Nou, volgens mij... Net het. Vliegtuig, hè? Deze is ook leuk. Code Centric Route. Nou, er zitten echt meer dan genoeg dingen in waarvan ik denk... Oh, daar wil ik wat mee. Superleuke letters, superleuke papieren. Deze kaartjes ga ik ook zeker gebruiken. Ik heb al een leuk ideetje voor een boekje. Die ga ik daarvoor inzetten voor een erevakantie. Naar Bulgarije toevallig. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je nog... wil je ook een duimpje doen? Duimpjes, zo, een beetje duimpjes zo. Kunnen ze het goed zien. En ik hoop dat jullie het net zo'n leuke lijn vinden als ik. En ik zou zeggen, ga lekker naar de site van masterpiecedesign.nl. En schaf deze superleuke Summer Things collectie aan. Want zo heet deze lijn. En scrap je leukste vakanties ermee, zou ik zeggen. Je zei scrap. Ja, scrap. Scrap je leukste vakanties ermee. En nou ja, dat ga ik in ieder geval wel doen. Ik hoop dat jullie hier... blij mee heb kunnen maken met zo'n video. En dat jullie ook geïnspireerd zijn om lekker aan de slag te gaan met de pagina's die wij en de andere members voor jullie gaan maken. Doei, tot de volgende keer!